Hey, reviewvrienden. Hoe is je daar? Nou, mooi om te horen. Hier is het goed. Nou ja, we rommelen ons er wel weer doorheen. Het wordt uiteindelijk wel weer een keer zomer, zou je zeggen. Ja, toch? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons eigenlijk met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Weer een zak McDonald's. Ik doe net alsof ik het niet leuk vind, maar I'm loving it. Ik moet zeggen dat ik toch bijna alles al heb gereviewd van die gasten. De Quarter Pounder, de Big Mac, de gewone hamburger, de McPlant, de Veggie Kip, de alle McChickens. Wat is er nou nog over? Ja, die vieze zoute patat, maar dat weet ik niet. De Filet au Fish, de visburger, nog nooit gehad. Het McKroketje, wel gehad. Bijzonder lekker, maar dat doe ik straks wel na het eten, zeg ik dat dat zo is. En de Big Tasty, waarvan ik niet eens weet wat het is, die heb ik dus ook nog nooit gehad. Nou, hartstikke lekker, Ahmed. Pas precies in mijn dieet. Ik denk dat mijn diëtist dit heel leuk vindt. Als ik hier weer allemaal een hapje van heb gegeten, en het erg is, het blijft nooit bij een hapje, kan ik weer een week water drinken. En dat doe ik niet graag, zoals je weet. Maar ja, alles voor de show, mensen. Alles voor de show. Jans Reviews. Enige eerlijke reviewkanaal van Nederland. Tenminste, ik zeg maar wat. Ik weet niet eens. Misschien zijn er wel heel veel reviewkanaals. Ik kijk er nooit. Ik ga beginnen met de McFish. Dat heb ik nog nooit gehad. Nou, het ziet er zo uit. Het is, denk ik, door een medewerker in het doosje gegooid. Wat zit erop? Ik denk een plakje kaas, want hier zit een plakje geplastificeerde kaas op mijn doosje. Even kijken. Ik denk dat het ravigotsaus is, met je uitjes in augurk. Een plakje vis. En dan een beetje kaas. Maar dat is niet helemaal gelukt. Dat is heel erg... Ik denk dat deze nog van gisteren was. Laten we proeven. Filet. Of vis van McDonald's. Ik moet eerlijk zeggen. Ik ben gek op vis. Ik ben gek op de ravigotsaus. Wat kan er misgaan? Zou je zeggen. Nou. Wat er dus mis kan gaan. Is dus dat. Dat stukje vis. Ik denk dat het heek is, als ik heel eerlijk ben. Want dan zullen ze wel de allergoedkoopste vis van de wereld in hebben gesodemieterd. Als je vis dus naar niks proeft. Deze vis proeft dus niet naar vis. Deze vis die proeft naar niks. Een visstick van kapitein Iglo smaakt 1000 keer minder vis dan dit. Dit smaakt niet naar vis. Wat je wel proeft, is de ravigotsaus. Maar die is niet helemaal mijn smaak. Dat geplastificeerde stukje kaas helpt ook niet. Dat broodje sowieso niet, want die broodjes, dat is altijd een beetje saaie troep. Beetje vies gezicht, maar ik ben nu de ravigotra aan het aflikken. Wat is er mis met ravigot? Nou, is op smaak. Geen peper, geen zout, geen zuurtje. Zelfs de augurk kan er niet in wat aan doen. Nee, dit is zoals men dat noemt, niet te vreten. Dus jullie gaan iets meemaken. Namelijk dat ik een product van een snackgigant niet helemaal opeet. Ik stop hier nu mee. Zo. McKroketje. Heerlijk product. McKroketje is dus gewoon wel geslaagd. Kijk. Wat is dat? Net zo'n bolletje weer. Zo'n droog kroketje. Een plaatje. Kroket en een soort mosterd honing mayo en dit is gewoon een heel goed gelukt broodje. Toen ze net met de McKroket begonnen, dacht ik dus, nou, je hebt verdomme al hamburgerland in je zak zitten, moet je nou ook van de gewone eenvoudige kroketten en patatboer dit product afpakken. Je begint toch ook niet
een Mac-frikandel. Toen heb ik er toch maar eentje besteld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit broodje misschien wel lekkerder vind dan een broodje kroket bij een gewone snackbar. Oh ja? En hoe vaak eet je dan een Mac-kroket, Jan? Zonder liegen? Ik denk 2 keer per maand. En dat is veel te veel. Dit is gewoon een uitstekend broodje, hoor. Dit is gewoon prima. Er zit ook echt een broccoli vlees in. Ik kan hier niks negatiefs over zeggen. Behalve dan dat ik er bijna weer helemaal heb opgegeven. En dat is niet de bedoeling van een reviewkanaal. Het is eigenlijk net met wijnproeven. Dat je een slokje neemt en dat je dan uitspuwt. Maar dat kan ik niet. Misschien ben ik wel vraatzuchtig. Misschien heb ik vroeger wel te weinig eten gehad. Lijkt me ook stug. Maar ik kan dat dan niet laten liggen. Ja, en dan word je dus dik. En dan worden mensen boos op je. Volgende wat ik nog nooit en te nimmer heb gekregen bij de McDonald's. Dat is een... Oh, die zijn met elkaar gesodemieten. Een Big Tasty. Nou, wat is dat? Een hamburger. Maar ik zie hier tomaat. Sla. Ui. Een plakje bacon. Een soort saus. Weet ik niet wat voor saus. En dan een hamburger. Het doet mij denken, als ik heel eerlijk ben, aan een Whopper. Volgens mij heeft de McDonald's een Whopper proberen na te maken. Want hier zit ook rauwe ui op. Net als op de Whopper. Hier zit ook tomaat op. Net als op de Whopper. Hier zit ook bacon op, net als op de Whopper. Hier zit ook heel veel ijsbersla, net als op de Whopper. Hier zit een grote vleesje op, net zoals op de Whopper. Een grote broodje met sesamzaadjes, net als op de Whopper. Dus dit is gewoon een Whopper, een Mac Whopper. Eventjes die schijf, godverju zeg. Nou, wat een puinzooi. Enfin, het is een beetje rommelig. Maar ik ga wel proeven. En, ik zal je niet verbazen, hij proeft ook als een Whopper. McDonald's heeft gewoon een Whopper nagebouwd. Het verschil met de meeste hamburgers van McDonald's is dat bij deze nep Whopper het stuk vlees aanmerkelijk groter is dan gewoon. Want bij de meeste hamburgers, ook bij de Big Mac en zo, zit zo'n stukje vlees in. En hier zit een groter stuk vlees in. Zoals bij de Whopper. En ik vind het wel maken. Ook lekker. Ik vind normaal nergens op bij McDonald's. Ik vind de grote rauwe eieren lekker. Zit ook normaal nergens op. Dit is een volledige rip-off. Maar wel een geslaagde. Vind ik de Big Tasty lekkerder dan de Whopper? Ja, ik vind het volgens mij net zo lekker. Ik proef namelijk nou het verschil. Tijd voor de cijfertjes. En ik zit alweer een beetje in mijn schaamteproces. Dat heb ik altijd. Dat soort fastfood tenten is, ik heb het vaker gezegd, net als vreemdgaan. Op het moment dat je ermee bezig bent, denk je, dit is lekker. En op het moment dat je klaar bent, denk je, dat had ik niet moeten doen. Ik heb dat nu al. En ik heb niet eentje opgegeten. Kijk, ik heb hier nog dat vieze ding. Ik heb hier die kledder hier liggen. En zelfs met een kroketje heb ik niet helemaal op. En toch zit ik in mijn schaamteproces. In mijn, waarom doe je dat nou, Jan, dingetje? En je kan ook dingen weigeren te reviewen. En straks word je nog dikker. En mensen kijken als ze raar naar je. En ik word wel dat dikke genoemd. En dat is ook niet heel erg leuk. En toch prop je het allemaal weer in je bek. Maar ja, het is wat het is. We gaan gewoon cijfertjes geven. Enfin, jullie begrijpen wel dat ik die niet kan laten liggen. Die filet-o-vis. Irriteert me al dat ze die niet McFish hebben genoemd. Ja, is niet te bunkeren. Het is gewoon niet lekker. Visje is niet lekker, sausje is niet lekker, broodje is niet lekker. Plakkie kaas slaat helemaal nergens op. Het is
Ik vind het gewoon goor. Onnodig ook. Laat het visje, ondanks dat het een lelijk heekje is waarschijnlijk, lekker in de oceaan zwemmen. Ik krijg gewoon een 4. Ja. De Big Tasty. Is redelijk big. Is ook redelijk tasty. Het is gewoon lekker. Het is gewoon een nepwopper. Maar wat maakt het uit? Als je iets namaakt en je maakt het goed. Dan kan je altijd een beetje zeggen, beter goed gekopieerd dan slecht bedacht. Of zoiets. Oké. De Big Tasty kun je gewoon bestellen, dat is geen enkel probleem. Die krijgt van mij een 7'tje. Dat is prima te doen. Absolute winnaar is de McCroket. Ja, dan vreet ik het alsnog op. De McCroket is een enorm geslaagd product. Is eigenlijk geen product wat buiten de gewone, zeg maar, de Big Mac staat. Gewoon bij de normale burgers. Die zo goed gelukt is bij de McDonald's. Meestal komen ze ook nooit terug in dit soort specials. Maar deze houden ze omdat die gewoon fantastisch is. De McCroket krijgt van mij een 9. Zo. En voor de jonge kijkers, niet te vaak snacken. Want anders krijg je net zo'n dikke kop als ome Jan. En dan kijken er geen meisjes naar je. Ja? Mooi. Dag.